belangrijke tips zou u geven aan de leerlingen die in deze branche willen starten? Maar ze hebben een hele goede opleiding af te doen. Ik zou zeggen, als je dat graag doet en je wil je opdrachten voor de klanten elke dag maken, dan moet je daar gewoon voor een mooie naar te volgen en dan niet meer gaan. De opleiding hebben ze dus heel veel succes met. Kunt u zeggen wat u nu precies doet? We zijn nu verdeling aan het maken. Voor Speed de Miracle te gebruiken. Ik ga gewoon een fijne verdeling nemen. Pak de machine. Leg het op de laag. En dan zuigt dat vanzelf op. En dan moet je zelf niet veel meer doen. En dan wacht je tot een derde piep. En dan is het klaar. Dat is het. Dat is nieuw. Ja. Sinds wanneer bestaan? Dat weet ik niet. Dat weet ik zelf. En daar voel jij niks van, hè? Nee, toch geen pijn. Het is ook niet warm. Eén minuut? Ja, bij de leerling in het KCA Leer, Julie Warrens, is in het zevende jaar. Het gaat over van de Showbizweek vandaag. Veronique de Kot is gekomen. We zijn nu bezig met een soort krultang van Babyliss. Dat je eigenlijk in je haar moet doen en dat je haar zelf krult. Dus je moet ook niet timen zelf hoe lang dat het in je haar moet, want de krultang doet het vanzelf. Dus dat is wel heel makkelijk. En je kunt de krul een beetje kiezen op het systeem hoe dat je die zelf doet. En in de voormiddag hebben we een make-up geleerd. Is er een make-up artist gekomen en die heeft ons een beetje leren schminken en tips gegeven. Dat ze eigenlijk kennis leren maken met de showbiz. Dus in de voormiddag hebben ze een workshop make-up gehad. Dan is er een externe visagiste geweest voor een fotomake-up te tonen aan de leerlingen. En nadien hebben ze die zelf op elkaar mogen inoefenen. En nu doen we hetzelfde eigenlijk in de namiddag, maar dan laten we echt een externe firma zoals Babyliss Pro even naar school komen. Voor dan leren kennis te maken met hun apparatuur van haartooi en hebben zij gezorgd voor een opsteekkapsel ook voor te doen en de leerlingen mogen dat ook nadoen. En we hebben het geluk gehad dat we vandaag daarvoor als model Veronique de Kok mochten gebruiken. En dat is altijd leuk voor de leerlingen, dat ze dat dan ook kunnen zien op echt een externe BV. En nu gaat er alleen nog vandaag, is er nog een fotoshoot voorzien met de leerlingen bij. En mevrouw de Kok. Dat die foto's met hun maakt om de dag eigenlijk nog tof voor hun af te sluiten. Dat is eigenlijk zo wat kort geschetst. Met een fotoshoot met de leerlingen bij. Dus elke leerling krijgt extern zo de kans voor mee met mevrouw de Kok op de foto te gaan. Zeg uw naam? Dijkmans Tim. Ja.